Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen woensdag hield Krat Theater Boekhandel een bijeenkomst die geheel in het teken stond van de Ierse schrijver Colm Tóibín. Grietje Braaksma, bekend uit het boekenpanel van De Wereld Draait Door, stelde een avondvullend programma samen. De boekverfilming Brooklyn van Tóibín werd vertoond. En na afloop speelde de Bredase band Navenant. En dit is een heerlijke avond natuurlijk. Boeken, mooie film. Kan niet beter. Dat is heel bijzonder om hier in een boekwinkel te staan, daar een film te kijken en een drankje te drinken. Ja, dat is een leuke combinatie. Blijven een beetje in de sfeer van het verhaal. Het was een Ierse film uiteraard. De band speelt ook Ierse muziek. Dus de hele avond, het voorprogramma, de film en daarna de muziek en vooraf ook de muziek. Ja, maakt het gewoon op een bijzondere avond. Ik vond hem heel mooi. Ik had nog nooit van de schrijver gehoord. Maar het inspireerde wel om verder te gaan kijken naar boeken van hem. Zoals ik vertelde aan het begin van de avond, ik ben echt absoluut fan van het werk van Colm Tóibín. Een geweldige Ierse schrijver. En ik dacht van, hoe kun je nou het werk introduceren op een hele vriendelijke en laagdrempelige manier? En dat is natuurlijk door de film te laten zien. En door inderdaad iets te vertellen, vandaar dat ik ook de directeur van De Geus, de uitgever van Colm Tóibín, heb gevraagd om een introductie te verzorgen. Zodat het werk wat verdieping krijgt en mensen beter snappen waar het werk over gaat. En ik denk de combinatie van mooie Ierse muziek, vervolgens de introductie en dan de film. En natuurlijk de nazit, want dat is ook belangrijk in Breda. Dat je dan een hele leuke avond hebt waar veel mensen op afkomen. En aan de reacties te horen zijn we daar gewoon heel goed in geslaagd. Ik vond het een geweldige film. Heel het verhaal wat vooraf verteld werd door de dame die het boek had gelezen, heeft me nog meer geïntegreerd om nog beter naar de film te kijken. Maar het was gewoon een geweldig mooie film. Ik heb er echt heel erg van genoten. Wat heeft u gekocht? Boek Nora. En waarom dit boek? De film heb ik net gezien van de andere boek en ik ben heel benieuwd naar dit boek. Herkent u dingen van het pand nog terug? Eerlijk gezegd niet. Nou ja, de intree en zo natuurlijk wel. Maar het is natuurlijk allemaal anders doordat er een boekenzaak in zit en zo natuurlijk. Ja, de hele hal hier met het trappenhuis. Ja, absoluut. Daar is niks aan veranderd. Nee, volgens mij niet. Mijn doel is dus dat, zoals meneer Van Koot het heeft bedoeld, dat er heel veel mensen genieten van het Grand Theater. En dan is zo'n avond natuurlijk geknipt voor heel veel mensen. Het gaat natuurlijk slecht eigenlijk in de boekenbranche. Er wordt minder gelezen. Mensen geven minder geld uit aan boeken. Dus je moet meer inspelen op verbeelding, op beleving. Van je klanten, van je bezoekers, van je cliënten, noem het maar. En ik denk dat dit op een prima manier gebeurt zo. Ik vind het uitstekend. Gewoon een avond met beleving. Je komt hier naartoe. Je ziet een leuke film. Je hoort leuke muziek. Tenminste, dat mag ik toch hopen. Je drinkt er een glas wijn bij. Nou, gewoon een hartstikke leuke avond met vrienden. En je steekt nog wat op ook. Breda Nu. Je weet het meteen.